Ja, dames en heren, dan hebben we nu de vragenronde voor de leden van de pers. Er is een microfoon in de zaal. U mag vanuit uw plek blijven staan en de vragen stellen. Graag als u de beurt krijgt, geeft uw naam door en van welk medium u specifiek bent, zodat... een vraag en antwoord procedure. We zullen dus die vraag en antwoord procedure hanteren. U stelt de vraag en er wordt daarop gelijk geantwoord door de president of de vicepresident. Mag ik de eerste verslaggever, journalist, de beurt geven? Ja, ik krijg hier ook als er een vraag is voor een minister. De ministers zitten allemaal hier. Eventueel als de media van de pers een vraag wil stellen aan de minister, krijgt u dus ook de gelegenheid om vraag te stellen. Aan wie mag de eerste beurt? Gaat u gaan. Goedemorgen, ik ben Kenneth Sokol, freelance journalist bij de Waarheid en van Mieren TV. En ik heb een vraag specifiek voor de vicepresident en de president. Vicepresident, u heeft het daarnet gehad over cyanide. Volgens de internationale kennis die over goud, wordt er per kilogram goud 2 tot 3 kilogram kwik gebruikt door de kleine goudzoekers. Aan de hand van de cijfers vanaf 2000 tot 2023 zou er nu op dit moment 800.000 kilogram kwik liggen in Marowijne en Brokopondo. Volgens de wetenschappers zijn de gouden voorraden in 2033 op. En tegen die tijd, met de huidige tempo waarmee er goud, in ieder geval de zucht naar goud wordt bedreven in het binnenland, zal er tegen 2033 anderhalf miljoen tot 2 miljoen kwik liggen in het achterland. Vicepresident, wie gaat voor de kinderen straks na 10 jaar die gehandicapt en verminkt geboren gaan worden, wie gaat voor hun zorgen? In het verlengde daarvan, de minister van HI heeft verklaard dat er 14.000 kilogram cyanide is geïmporteerd de laatste 3 jaar. Aan de hand van de goudproductie van IAMGOLD en MeriamGOLD zou er dan iets van 5.000 kilogram buiten die twee bedrijven zijn geïmporteerd. Ja? Hoeveel cyanide zit er precies bij bij mensen die niet horen bij IAMGOLD en MeriamGOLD? En nogmaals, wat gaat al deze moeite die u zich nu getroost om het land weer goed te krijgen over 10 jaar ons schelen als iedereen straks verminkt en gehandicapt geboren wordt? Dank u wel. Dank u wel, president. Ja, broeder Kenneth Sokol, is een vraag die heel belangrijk is en u heeft het heel goed gesteld. Wat voor zin heeft het om al deze mooie dingen te doen voor het land? Wat voor zin heeft het om beleid te ontwikkelen als we straks als natie zullen vergaan door ons eigen handelen? Door ons eigen nalaten. En dat is een morele vraag voor ons allen. En wij zitten in de regering met die verantwoordelijkheid om hier maatregelen te treffen. Dat gaan we doen. En dit geldt, dezelfde vraag wat u daar stelt, geldt ook voor diezelfde natuur. Die natuur die we bedreigen, die natuur, het milieu dat we bedreigen. En je ziet dat de natuur reageert. De natuur reageert en de natuur gaat zwaar reageren, whether you like it or not. Zolang de mens doorgaat met het vernietigen van het planeet. De wereld had afgesproken, vorig jaar mocht er geen temperatuurstijging zijn van meer dan 1,5 graden. De wereld heeft het niet gehaald. Het gaat door, ijs blijft smelten. Rivierwater gaat blijven stijgen. Water voor onze kust zal blijven stijgen. Noordelijk deel van Paramaribo gaat onder water komen. Het zal steeds blijven regenen. Gebieden zullen onder water lopen. En dan heb je het menselijk gedrag nog. Van gebruik van kwik en cyanide. Dit vraagstuk is binnen de regering besproken.
En ik heb met de vice-president en de minister NHO gevraagd, maar totale regering, dat we verantwoordelijkheid hebben. En komende week staat op agenda, ik wil die scherpere tijdlijn zien van het uitfaseren van Quick. We zijn eraan gebonden op basis van het verdrag, maar meer moreel zijn we verantwoordelijk om het uit te faseren. Suriname is een land waar import van Quick verboden is. Het staat op de negatieve lijst. Maar de vraag is van waar komt het dan? Grenzen. Ja, dat weten we. Dat gesmokkeld wordt. Dan moeten we daar onze focus gaan leggen. Beter samenwerken met de buurlanden. Betere grensbewaking. We weten hoe zwak onze grensbewaking is met open grenzen. Dat is een uitdaging. Cyanide komt voor op de negatieve lijst bij het ministerie van Economische Zaken. Alleen twee grote bedrijven, dat zijn de twee grote multinationals, die importeren cyanide. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar gisteren hebben we weer vergaderd in de regeringsraad. En wat bleek? Dat er stoffen binnengehaald worden waarvan personen, bedrijven en of organen vergunning krijgen, maar niet onder de naam cyanide, onder andere stoffen die niet vermeld staan op die negatieve lijst. En dan wordt er hier een chemisch proces ingezet om dan die cyanide eruit te halen. We hebben alle deskundigen en ik heb ook gevraagd internationale deskundigen erbij te halen. Dat we die stoffen allemaal gaan testen. En als er cyanide erin voorkomt, moeten we maatregelen treffen zoals de wet dat voorschrijft. Het proces is ingezet, laboratoria zijn ingesteld en als er detailinformatie nodig is, de minister van ROM, de minister van NH zijn hier. Ze hebben nieuwe data, ze hebben nieuwe cijfers, ze hebben nieuwe informatie, ook met betrekking tot Stuurmeer. En we gaan straks ook aan de Nationale Assemblée die vragen die daar gesteld zijn, ook de informatie geven op basis van de laatste update. Maar we zijn nog niet rond. We zijn nog niet rond. Je moet rekening houden. Je moet ook de testmaterialen hebben hier in het land, in ons laboratorium. Je moet die expertise ook hebben. Daar heb ik gevraagd. Laten we kijken wat we met het buitenland kunnen doen. Maar we gaan niet accepteren dat ons milieu, ons land, onze kinderen, onze toekomst vernietigd zullen worden. En voor wat betreft kwikgebruik, het moet uitgefaseerd worden, anders zal er één maatregel volgen vanuit de wereld, dat goud van Suriname niet uit Suriname zal kunnen komen. Zo simpel is het, als er kwik erin voorkomt. Dus, mijn mensen, dit heeft hoge aandacht. En ik wil nog de vice-president en de minister nog behoefte om te reageren, VP, minister. Dank u wel, MC. En natuurlijk in de regering wat ons ook zorgen. Niet dat alleen de samenleving of u zorgen maakt daarover. We zijn bewust van de consequentie van gebruik van Quick. Ja, vandaar dat we in deze keer hebben gezegd, we gaan werken met Quick helemaal afbouwen. Ja. De minister van ROM heeft die opdracht al gehad en hij werkt eraan om een nationaal aanpakplan uit te voeren. Ja, en ook UNDP die gaat ons ook daarin begeleiden. Ja, dus internationaal organisatie begeleiden. En wat er nog ook moet gebeuren, de regering gaat ook nieuwe manier van zonder quick gebruik introduceren voor de kleinschalige grootsector. We moeten dat doen om dit helemaal af te bouwen. Dus de regering werkt eraan en ook internationale organisatie geeft ondersteuning daaraan. Dus we zijn bezig daarmee. We maken ons ook zorgen daarover. Dank u wel. Goedemiddag, Ivan Cairo van De Ware Tijd en... Goedemiddag, de naam is Ivan Cairo van De Ware Tijd en Caribbean Media Corporation. Ik heb een vraag voor de vice-president en één voor de president. Er is net aangehaald de zaken rond cyanide. En ik hoor een paar beleidszaken die zullen worden gedaan. Maar mijn vraag is, welke concrete maatregelen worden getroffen? Dat de mensen fysiek zien, de vice-president heeft gezegd, we zien zwembaden daar in het binnenland. Welke maatregelen worden getroffen om wat daar gebeurt onmiddellijk te stoppen, zodat er grondig onderzoek gedaan wordt, dat wil ik weten.
de president heeft onlangs gezegd dat het de vicepresident is die belast is met de coördinatie van ordening goud, kleinschalige goudsector. Wat is de stand van zaken bij die ordening? Welke maatregelen zijn al getroffen? En wat is het beleid om eindelijk te komen tot die ordening? In 1995 ben ik journalist geworden. Toen al hoorde ik dat er maar acties gaan komen om andere winmethoden te introduceren, zoals de vicepresident heeft gezegd. Straks is het 30 jaar en ik hoor dat verhaal nog steeds. Dus daarover graag antwoord. En voor de president, u heeft net een boek overhandig gekregen met al die wapenfeiten van uw regering voor de afgelopen 3 jaar. Het is een plat boek. En uw voorganger heeft 1 boek gepresenteerd, zo dik. En u heeft van 3 regeringen overgenomen. Rommel, rotzooi, puinhoop. Welke garantie hebben we dat wat in uw boek staat, dat inderdaad gebeurt wat u wenst, dat na uw periode als president, dat het land beter is geworden? Dank u wel. Is de techniek in orde? We willen ook geen ruis in de communicatie hebben in de tweede helft. Ja, meneer Kario, duidelijk vraag. Welke maatregelen? Wat we onmiddellijk gedaan hebben? Want ik ga ervan uit dat u die social media berichten ook ziet wat ik zie. En dan krijg je soms kippenvel. Sanasan die zie. Soms zie je inderdaad dode dieren, dode honden, dode dit en noem maar op. Je weet niet of het Suriname is of buitenland is. En we worden overspoeld. Wat we doen is. Mijn Rom, mijn en we hebben een clusterteam van ministers. We communiceren allemaal in een appgroep vanaf president VP met een clusterteam van ministers. Onderzoek dit. Waar is dit? Snel laten onderzoeken. Ik kan je zeggen, die mobiliteit is snel. Prioriteit was alle drinkwaterinstallaties te laten onderzoeken. Met name ook daarbij Suriname rivieren aan de Komewijnen kant waar er een oppervlakte drinkwatervoorziening is. Alles wordt getest en zoals de vicepresident gezegd heeft, alles is nog gezond. Er zijn ook testen genomen waarvan de resultaten gepresenteerd waren, eerder waarvan gezegd geworden is namelijk dat die testresultaten 1600 maal hoger zijn dan de geldende norm voor cyanide. Maar die testen, dat is gisteren nogmaals bekeken en vastgesteld dat die testen genomen zijn, zoals de VP dat zegt, in die zogenaamde zwembaden waar de cyanide gebruikt wordt. Inmiddels zijn er ook monsters genomen vanuit Stuurmeer. De ministers kunnen nagaan of de resultaten al binnen zijn van de verschillende monsters in het Stuurmeer, minister Rome, minister NH. Maar natuurlijk ook van andere waterbronnen waar de samenleving gebruik maakt van dat water als drinkwater. De opdracht is gegeven, alles wat op dit moment aan cyanide is, beslag nemen. Juridisch, daar zijn juristen aan het werk, samen met Economische Zaken, het ministerie van Justitie en Politie, welk juridisch kader daarvoor ingesteld gaat worden. Want we houden ook rekening mee dat er ook, als je het onzorgvuldig doet, dat je ook juridische acties als staat kan krijgen. Dus, tweede vraag die moet beantwoorden, heer Cairo. Als je eenmaal beslag genomen hebt, wat dan? Dus dan moet je die vraag beantwoorden. Wat gaan we ermee doen? Hoe ga je het vernietigen op een verantwoorde wijze? Dus dat traject wordt ook vanuit Rome goed begeleid. En we hebben gisteren de regeringsraad snel goedgekeurd. Een hoeveelheid bedrag. En we hebben een bedrijf gevonden. Om dat bedrijf te vragen alvast te zorgen voor het weghalen van al die grote hoeveelheden. Waar ze wel weggehaald, ja. Ik hoor van de VWS al weggehaald zijn. En dat er op een verantwoorde manier gezocht wordt om te vernietigen. Dat willen we samen doen met de expertise die we hebben in het land. Ook bij de grootmaatschappijen. Maar als die expertise er niet is, huren we in. En we zijn al bezig met buitenlandse instellingen om te zorgen. Namelijk dat we die expertise krijgen om het te vernietigen. En er zijn heel wat stoffen die nu in het binnenland via de social media naar voren komen. Waarvan sommigen zeggen dit is
heel iets anders, dat is heel iets anders. Alles wordt met monster naar lab gestuurd. Wat is dat ding precies? Maar alles wat cyanide is, zal uiteraard weggehaald worden. En voor wat betreft de ordening kleinschalige gootsector, ja, de vicepresident is belast met de coördinatie. We hebben gisteren gecommuniceerd en hier hebben we afgesproken dat komende week woensdag weer in de regeringsraad gepresenteerd wordt, maar wel met scherpere data. Met een uitfaseringstijdlijn voor wat betreft kwik. Tweede is een volledige verbod van cyanide. Dat ook in de tijdlijn aangegeven wordt voor wat betreft de opsporing, beslag en vernietiging. Maar tegelijkertijd hebben we besproken van, er is een plan dat tot nog toe heel moeizaam uitgevoerd wordt. Namelijk, hoe ga je belastinginkomsten halen uit de kleinschalige gootsector? Er zijn modaliteiten besproken gisteren in de regeringsraad. En dit staat ook op agenda. Er zijn wat creatieve methoden bedacht om het geld uit de kleinschalige grootsector makkelijker in te winnen als ze zijn inkomstenbelasting, dus geen royalty inkomstenbelasting. En dat wordt verder uitgewerkt door de minister van Financiën en de minister van NH en dat staat op agenda voor de komende week op de regeringsraad. Ik weet dat VP en de minister nog, minister zijn update aan de informatie. Oké, VP. Wat ik nog kwijt wil, president, is dat al opdracht geven dat alle spul, alle middelen die nog ook in het binnenland zijn, dat daar gelijk mee gestopt moet worden. En dat er nu direct de diensten worden gereed gemaakt om het binnenland in te gaan. En dan gaan we optreden. Ja, vraag dat van het boek. We hebben aangegeven wat aan resultaat is, dat hebben we gepresenteerd en je zult zelf merken dat de communicatie anders zal zijn, dat we makkelijker moeten communiceren met de samenleving om die resultaten daar te laten komen in de samenleving. We willen inderdaad duurzaamheid. Ik heb net het voorbeeld aangegeven van hoe makkelijk het ging dat men een blok achterwege, dan gaat het niet alleen om één bron. Alle bronnen van blok 58 zou verkocht worden. Alle blok. En ik heb inmiddels overleg gehad en ik heb die informatie al binnengekregen van wat wij als land straks en binnenkort komt er meer duidelijkheid over de positie van de oliereserves met die FID. Maar als staat gaan wij, let wel niet aan inkomsten, algemeen vanuit blok 8. Als staat, dus de inkomsten van de staat, zal meer dan 20 miljard zijn. En daar was een regering die voor een habbekrats het wilde wegdoen. Alleen om het geld te gebruiken voor de consumptie. En dat is, op deze wijze wil ik die vraag beantwoorden. Wat wil men? Wil men als samenleving een regering die inderdaad zo omgaat met die belangen? Ja, we zijn een regering. We zijn niet perfect. We zijn niet perfect. Deze coalitie is niet perfect. Maar we doen onze best. En ondanks de verschillende uitdagingen, de verschillende crisis, de verschillende onmogelijkheden die we hebben en beperkingen die we hebben, we doen onze best. En je ziet dat we die macro-economische stabiliteit, de parameters die daarvoor gelden, wel gehaald hebben. En nu moeten we naar meso- en microniveau, de investeringen, nu moeten we naar die samenleving, die de private sector, we hebben verschillende ondernemersmeetings gehad. Die ondernemers moeten nu met die investeringen komen. Die investeringen die moeten bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid. En gelukkig zie ik wel ondernemers die nu wel beginnen te investeren. Ze hebben een beetje terughoudend. Ik zie wel dat ondernemers nu gebruik maken door zich te laten registreren bij KMO-fonds, bij economische zaken. Ik zie wel dat men optimaal gebruik maakt van ook het agrarisch kredietfonds, welk opgetopt is naar 200, naar 100 miljoen. Ik zie wel dat men nu al begonnen is om gebruik te maken van het financiële kredietfonds bij financiën. Dus ik zie wel, maar het kan sneller. En ik denk dat die terughoudendheid weg moet. Ik wil een goed overleg met die ondernemers ook vaststellen wat in feite zorgt dat er een stukje terughoudendheid is. En dan gaan we werken op die terughoudendheid. Heeft het te maken met vertrouwen? We willen daarover praten. Heeft het te maken met incentives? Laten we daarover praten.
Maar gisteren heeft de minister van Financiën de regeringsraad aangegeven hoeveel geld in feite de regering indirect vrijmaakt om ondernemers de kans te geven om te investeren in het land. Ik weet dat de minister van Financiën zei, voor 7 wat op jaarbasis aan vrijstellen geven? 4 miljard. SRD. 4 miljard SRD per jaar geven we aan vrijstelling aan ondernemers om hun inputs te importeren om verdere uitbreiding te plannen, vervangingsinvesteringen te plannen. Dus ook daar zie je indirect dat we die ondernemingssector ondersteunen. Maar ik vind, het kan meer. Als we die werkgelegenheid echt willen hebben, dan moet het vanuit ondernemerschap komen, moet het vanuit investeerders komen. We zien wel dat het bij die buitenlandse investeerders nu beter gaat. In de agrarische sector zien we verschillende buitenlandse bedrijven die nu al begonnen zijn met hun agrarische productie. En ook andere ondernemers zie ik dat ze nu al begonnen zijn met shore-based faciliteiten, met hotelwezen in het kader van local content, waar die oil en gas komt. Over 2 weken ga ik zelf, minister Owe, op het baggerschip, om even na te zien, zelf te zien hoe ver is het met het baggerproject. Maar met het baggerproject kunnen alle schepen dan binnenkomen. Dus kan geen enkel oil company gaan zeggen, ja maar Suriname rivier is ondiep en daarom kunnen we local content niet betrekken. Nee, dan is Suriname rivier begaanbaar. Waardoor we meer local content kunnen betrekken bij het ontwikkelen van het land, mede tegen de achtergrond van oil en gas. Ja, dank u wel, president. De volgende verslaggever. Voordat mijn collega vraagt, even een vraag voor de duidelijkheid. Hoeveel rondes zijn er voor vragen en hoeveel vragen per keer mogen we stellen? We hebben 1 ronde en per keer kunt u dus 2 vragen. Dus stelt u in 1 ronde stelt u al die vragen gericht. Dan kan de president en de vicepresident dus op die vragen antwoorden. Maar we hebben 1 ronde. We nemen alle vragen in 1 ronde. U kunt continueren. Just Fries de Rasonic Televisie. Ik heb na bijkans 1 uur informatie van u beiden geluisterd. Het kan zijn dat het aan mij ligt, dat ik niet goed heb geluisterd. Maar ik heb het vraagstuk van nepotisme en corruptie, welke het land te gronde boort, niet kunnen horen. Dus graag dat u mij daarmee helpt. Er is ook nog daarnet gesteld, dat vraagstuk van kwikcyanide, verboden spullen, maar niemand wordt opgepakt. Hoe kan dat? Dus graag ook uw beleid ten aanzien daarvan en hoe het komt dat mensen gewoon vredelijk kunnen knoeien. En als derde, ik hoor dat er gesproken wordt over water, drinkwater in andere delen van Suriname. En Ikeri is al heel lang geconfronteerd met het probleem. Ik vraag de regering aandacht. Ik vraag u om actie. Dat de mensen van Hinar en omgeving uiteindelijk goed schoon drinkwater uit die kraan kunnen krijgen. Ik heb ook gesprekken gevoerd met de meneer die de drinkwatertanks of de voertuigen althans daar heeft gereden. Dat die ook maanden niet betaald is. Ik heb, langer dan een jaar gevraagd aan de minister van NH. Is het daar? Wat de kosten zijn, we horen ook niets. Dus graag uw antwoorden vandaag. Dank u wel. Dank u wel, president. Ja, bedankt. En als u straks het verslag gaat krijgen van Forum voor het Nationaal Dialoog, dan wil ik even alle duidelijkheid voor het actieplan krijgen ze ook. Ja, de media krijgt dan ook het actieplan, dan gaat u daar duidelijk zien dat er paragrafen zijn ook uitgewerkt met betrekking tot het benoemingsbeleid. Dus daarvoor zijn er duidelijke criteria aangegeven dat het anders zal moeten, dat er selectie moet zijn, dat we gaan kijken naar kwaliteit, naar functie vereisten, naar functie omschrijvingen. 2 is aanpak van corruptie. U weet namelijk dat we nauwelijks een paar weken geleden na jaren de uiteindelijke anticorruptiecommissie, zoals de anticorruptiewet, dat ook eist in het leven hebben geroepen. Het team is geïnstalleerd en het team is aan de slag gegaan. Ze hebben een tijdlijn van een jaar gehad om heel wat activiteiten uit te voeren. En alles wat te maken heeft met opsporing van strafbare feiten in het kader van corruptieaanpak, dat gaat naar de procureur-generaal.
En dat zou een keertje goed zijn dat jullie als journalisten ook vragen aan de rechterlijke macht hoe het staat met al deze zaken. Maakt u een keertje ook als pro, hoe staat het met al deze zaken? Want het vervelende ervan is dat men heel vaak die vraag aan de regering stelt. Hoe staat het met al deze aangiften en rapporten en dossiers die gestuurd zijn aan het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht? Maar voor ons is het heel lastig als regering om antwoord te geven namens de rechterlijke macht, namens het Openbaar Ministerie. Heel lastig voor ons. We willen namelijk een onafhankelijke rechterlijke macht. En we willen dat de rechterlijke macht zelf antwoord geeft over de stand van zaken van het onderzoek. En ik nodig jullie uit om die zaken dan ook te vragen. Voor wat betreft strafbare feiten op het gebied van kwik en cyanide. U heeft mij net horen zeggen, voor wat betreft die chemische stoffen waarbij beslag er is, wat vernietigd wordt, wat weggehaald wordt. Heb je ook gezegd dat het juridisch kader goed ontwikkeld moet worden door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie en Politie. En als het juridisch kader duidelijk is en duidelijk is of er strafbare feiten zijn, welke strafbare feiten, dan moet het onmiddellijk doorgeleid worden naar het Openbaar Ministerie, zodat onderzoek daar kan plaatsvinden. Voor wat betreft het drinkwaterprobleem Nikeri, laat het heel duidelijk zijn dat het niks te maken heeft met onwil van de regering. Laat het duidelijk hier gesteld zijn. Het heeft niks daarmee te maken. Toen het probleem bekend werd, hebben we direct maatregelen getroffen. Dat er heen naar geen water had. Eerste wat je moet doen, want je kan niet direct water brengen als je niet weet wat er aan de hand is daar zo. Eerste informatie is dat de hele bron in feite opgedroogd was. Wat je direct kan doen, is direct die bedrijven vragen om watertrucks daar naartoe te brengen en water aan te leveren met hun trucks. En dat is ook gebeurd dat er drie bedrijven waren die hun voertuigen hebben ingezet, trucks hebben ingezet, watertanks hebben ingezet om water te brengen. Dat er verschillende dierotanks daar geplaatst zijn, zodat mensen voldoende drinkwater hebben. Dan hebben we ook kunnen vaststellen, op basis van onderzoek van SWM, dat er geen issue was van dat bron droog was. Maar dat in ieder geval faciliteiten om het water in feite daar op te trekken, of die buizen die daar belast zijn met het opzuigen van het water, daar een defect was. Dan moet je dat gaan oplossen eerst. Nou, dat is dan gebeurd. En toen bleek namelijk dat er onvoldoende capaciteit was om water te geven aan de lokale gemeenschap. Nou, wat moet je dan doen? Zorgen dat er capaciteit is. Nou, wat is dan die capaciteit? Een tweede bron aanboren. En daarvoor is er weer een heel proces geweest in de RVM om het goed te keuren. Dat is goedgekeurd geworden. En toen het uiteindelijk uitgevoerd moest worden, was er een andere koers. En het bedrijf zei, nee, er moet eerst een koersaanpassing komen. Nou, dan gaat het weer terug naar de raad. Moet er daar een koersaanpassing plaatsvinden. Alles moet formeel zijn, alles moet comptabel zijn. En toen dat gebeurd was, had het bedrijf inmiddels een ander contract bij staatsolie wat uitgevoerd moest worden. En in de tijdlijn is het zo namelijk dat dat bedrijf pas volgende maand kan om het werk dan te finaliseren. Natuurlijk ga je in die periode door met het aanleveren van water met die trucks. En die trucks moeten, die eigenaars moeten ook betaald worden. Ja, er is inderdaad een achterstallige betaling. En de minister van Financiën heeft recentelijk weer betaald. Maar laten we ook duidelijk zijn dat wij naast ons beleid dat begroot is in onze begroting moeten uitvoeren, hoe een achterstallig bedrag moeten betalen van zoveel jaren. Minister, hoe groot is het bedrag van de achterstallige betalingen? 2,6 miljard aan achterstallige. Nu nog, wat we dit jaar aan 700 miljoen betaald? De 700 miljoen is dit jaar betaald uit onze eigen begroting. En daar zijn nog meer dan 2,7 miljard nog wat aan achterstallige. Begrijpt u wat er gebeurt met onze begroting? Dat meer dan een derde deel van onze begroting gaat naar het betalen van achterstallige schulden. En daarnaast moeten we beleid uitvoeren. Daarnaast moeten we resultaten presenteren aan de samenleving. Maar laat die dingen ook gezegd zijn. Ja. Dankjewel, president. De media krijgt later, op een later tijdstip, dus de documenten, het rapport, het boekwerk en het actieplan toegestuurd via de communicatiedienst Suriname. Alsjeblieft. Ik ben niet verstaande dat actieplan gisteren is goedgekeurd onder voorbehoud, omdat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden en aanvullingen kunnen plaatsvinden. Echt heb dat plan nu met de nota van financiën nu financieel getoetst moet worden voor de financierbaarheid. Oké. Duidelijk, president.
De volgende. Ja, president, vicepresident Wintellig, Afendi, we zijn live. Ik heb enkele vragen, kort. U zegt, u heeft uw regeringsperiode vergeleken met een wedstrijd. U zegt de tweede helft. Als we kijken naar voetbal, dan is er rust tussen de tweede helft. Er is een evaluatie in de kleedkamer. Ik ben benieuwd wat concreet de evaluatie heeft uitgewezen. De doelpunten die zijn gemaakt eventueel in de eerste helft. We merken dat er wat verschuivingen zijn in uw team. Eén rode kaart, één is eruit gestapt, twee getransferd, althans het team speelt de andere kant op nu. Graag, concreet, wat is besproken in die rustperiode, althans in de kleedkamer? Sanadin positief, Sani, Sanadin Sansa, sowieso Okenki. De tweede vraag is, er een ander type spel dat we zullen zien? U zegt het is een oddball game. Normaal in voetbal weten we dat je kan aanvallen via het middenveld of de flanken, etc. Of van achteren, terugspelen naar je goalie. Wat gaat het volk concreet anders zien dan wat we hebben gezien in de eerste helft? We merken dat u tot nu toe, bij het begin van de tweede helft, het met hetzelfde team doet. Je samenleving kijkt. We kijken naar uitspraken ook van politieke mensen vanuit de partijen die in de regering zijn. En we zien dat u met sommige spelers die geblesseerd zijn geraakt, aardig geblesseerd zijn geraakt in de eerste helft, toch nog kiest ervoor te spelen in die tweede helft. Waarom die keus? En vicepresident, u bent ook voetballer. U heeft onlangs nog op 60-jarige leeftijd internationale wedstrijd gespeeld. Mijn complimenten daarvoor. U bent spits in dit team. En u rent met de bal. En vaak genoeg houden we ons adem in, want nu gaat de vicepresident scoren. U omspeelt 1, omspeelt 2. Mooie schijnbewegingen. Maar wat we zien, vicepresident, is dat u dan op een gegeven moment, wanneer u moet schieten, dat u de andere kant op rent met die bal. En dan komt er een uitspraak, et cetera. Dan komt er weer een evaluatiemoment. En dan zegt u op de persconferentie, wij spelen allemaal één kant. Welke garantie heb ik met mij, de samenleving, dat de goede voetballer Ronnie Brunswijk, wanneer hij de bal heeft, 1, 2, 3 omspeelt en scoort dezelfde kant zoals de andere van de regering? En een korte laatste vraag. Ik weet niet of het een verspreking is van de MC, maar we hebben een tijd terug kennis gemaakt met een coördinator van woordvoering vanuit het kabinet van de president, dat is mevrouw Van der Kooijen. En u heeft daarnet de coördinator aangekondigd, maar ik zag niet mevrouw Van der Kooijen. Het is goed dat wij weten met wie we praten als we informatie nodig hebben. Is dat niet meer zo of is dat een verspreking geweest? Dank u wel. Dank u wel. President. Dat je het laatste zou antwoorden. Mevrouw Van der Kooijen zit hier en zij is belast met coördinatie, woordvoering. En ze is bezig om heel wat mensen te trainen om die woordvoering voor de president te doen. Dus daar is er niks aan veranderd. Er zijn projectteams geweest. Projectteam voor wat betreft het schrijven van het boek. Daar is een andere projectcoördinator geweest. Er is een projectteam bezig geweest met betrekking tot overleg Nationaal Dialogen. Daar is vanuit het kabinet van de president AD geweest en vanuit de regering is dat minister Biebers geweest met zijn redactieteam. Het zijn teams waarmee we werken. Zo moet u het zien. Ja, tweede helft. Natuurlijk beseffen we namelijk dat voor die tweede helft je een goede evaluatie moet plegen van de eerste helft. Dat doen we. We zijn nog niet klaar. Ik heb net aangegeven, als regering trekken we ook terug. Een retreat komende week. Om zaken ook verder te bespreken. Het proces is al ingezet. Er zijn al inzichten met betrekking tot de bemensing. We gaan daarover verder praten. Maar spel, daar is het beleid al ontwikkeld. Dat heeft u net gepresenteerd gekregen. De prioriteiten zijn anders. De strategie zal ook een andere zijn, dat heb ik ook net aangegeven. De gemeenschap zal nauwer betrokken worden. De communicatie zal beter zijn. We zullen, de president zal zich bezighouden met een paar beleidsprioritaire gebieden. En de VP zal zich bezighouden met ook een paar van die beleidsprioriteitsgebieden. Dan heb je beleidsprioriteitsgebieden waar cluster van ministers gezamenlijk belast zullen worden. En dan heb je weer de individuele ministers met een ministerieel beleid.
Dat is het nieuwe spel wat we gaan spelen met nieuwe spelregels. Voor mensen is het bijzonder belangrijk en de discussie wordt voortgezet in de coalitie om na te gaan hoe die bemensing niet alleen op regeringsniveau, maar ook op uitvoerend niveau hier en daar aangepast zal moeten worden. Dus dat zal zeker ook de komende dagen verder besproken moeten worden. En ja, we gaan doelpunten maken. En vandaag is het minister Bibas, is het vandaag de Nationale Dag van Argentinië? Ja, het is vandaag de Nationale Dag van Argentinië. Zie het voorbeeld. Ons als Argentinië, hoe las de eerste wedstrijd? Motron kampioen. Zo? Hoe las de eerste wedstrijd? Motron kampioen. Dat is ons streven. Om ook tweede helft te excelleren. Beter doelpunten maken. Voegen we niet dat naar ons streven. Ja, dankjewel, president VP. Ja, doelpunten maken. Oké, okay, wel zeggen dat Inter Motor voor 10 jaar lang kampioen is geweest. Ja, dus ik loop de eerdrijdres aan, je moet rechtstreeks, dat kan ik niet meer verstaan wat je bedoelt. Maar in ieder geval, ik weet precies wat ik bedoel, dat ik ben iemand, en iedereen weet het, Mina Pripani, ik zeg die dingen precies hoe ze zijn. Ja, en als ik ontevreden ben, en ik zie dat er geen oplossing komt, dan ben ik wat pers. Dan praat ik daar, iedereen hoort het toch. Als je bij de president gaat en we komen weer overeen en we takken dit niet en dan zeg ik hier, alles aan boom. Ja toch? Maar in ieder geval, het is zo dat je op zo'n 1, 2, 3 man die tegenstander en in die steek wat je moet scoren, dan moet je een of vier poeren bal. Dan ga je doelpunten maken. Dus wat je zegt, samenspel moet er zijn en dat hebben we afgesproken dat in de tweede helft dat nou een man kan blokkeren jou. En dat als de mogelijkheid is, als ik moet scoren, dan moet ik scoren. Als jij moet scoren, moet ik die bal voor je passen. Dus dat is afgesproken en dat gaan we nu doen. Ja, dat hebben we duidelijk gezegd. Dat belemmeren en komen erop. Ja, dat, laten we zo zeggen, ABOK wil scoren en VAP die in feite precies wanneer die bal gescoord zou worden, allemaal blokkeren bal naar lijn. Of omgekeerd, VAP wil scoren en ABOK boor op bal in de goal. Wat we gaan doen, we gaan ervoor zorg dragen dat een combinatie nachtje en eindelijk, allemaal zeg je assist eigenlijk dat nou winnen man. Dus mijn assist moest die. En dat we de bal voor elkaar kan passen, dat is beloofd. En dat hebben we hier gezegd dat de tweede helft dat we een betere wedstrijd gaan spelen. Ja? Dus dat is het. Ja, alleen. Ja, alleen. In het bilateraal overleg, wanneer zulke zaken zich voordoen en er dan weer overleg is tussen de president en de vicepresident, heeft de president aan de vicepresident ook gezegd. Tralisi, no gonna pers eerst, maar gonna press eerst. Dus dat is anders proberen. Gonna press. En no gonna pers eerst. Okay. Ja, dus. Is dat je mogen niet keren? Dat is heel goed, dat moet bespreken. En ik kan niet naar de pers meer gaan, ik zie naar de president. Maar die man moet ook corrigeren. Like, de VP. Op het matje roepen, of dat ga ik niet accepteren. Dat mij kon corrigeren met dat, ja, wat de VB daar zegt is onbehoord. En meer wacht helemaal dat die man nooit aan de koffergadering zit. Dat is mijn eigen. De president heeft de aanvulling. Ja. Nee. Ik denk dat het duidelijk is samenspel. Dingen worden wel een beetje soms, die vragen worden ludiek. Met een ludieke toon gesteld, de antwoorden worden met een ludieke toon gegeven, maar het is een serious business. Ja, het is een serious business. Het gaat om tweede helft, het gaat om de eenheid in de coalitie. U weet wat ons uitgangspunt was, eenheid van beleid, eenheid van bestuur. Ja, het is onder druk komen te staan door tal van zaken. We hebben verantwoordelijkheid als regeringstop, zeker de president en vicepresident, om te zorgen dat de coalitie in die cohesie blijft. Als we van het land houden, die discussie hebben we ook gehad. Van hier, of Unoman. Nou, Unoman, dat is goed.
Maar uiteindelijk zeggen we voor het grotere nationaal belang, we gaan door en we gaan het land uit de crisis halen en we gaan die problemen aanpakken. En wij maken in ieder geval ons klaar om de samenleving te overtuigen dat wij als regering alles gedaan hebben om die samenleving te beschermen en samenleving te ontwikkelen. En voor de rest zullen er incidenten zijn, die gaan we ook goed bespreken, oplossen. De uitdagingen die er zijn, die zijn er en we gaan niet onder stoelen of banken schuiven. Dat is gisteren ook besproken. Er zijn issues met betrekking tot grondrechtenvraagstuk, waar wij als coalitie duidelijkheid moeten hebben. Dit is uiteindelijk datgene wat de samenleving wenst. Dit is wat conform de internationale standaarden ook moet plaatsvinden. Laten we dat gezamenlijk aanpakken. Het vraagstuk van grondconversie speelt, ook daar is een besluit genomen. Laat de wet teruggaan naar die originele versie, technisch. Dat was bedoeld, grondconversie. Alles wat erbij gekomen is aan franjes. En niet ter zake dienend, weghalen. Technisch wet en ook dat naar de Nationale Assemblee brengen. Gisteren hebben we ook gesproken over kiesregeling. Dat is een issue waar binnen de coalitie er duidelijkheid moet komen. En dat zulke vraagstukken de coalitie niet uit elkaar moet gaan rijden. Het zijn zeer zwaarwichtige issues. En dat zijn vraagstukken die je daar in het parlement met 2/3 meerderheid moet gaan goedkeuren. Dus die cohesie, die eenheid moet er beginnen binnen die coalitie. Als regering. Dus nogmaals, dat zijn vraagstukken die wij als president en vicepresident heel zorgvuldig begeleiden. Om te zorgen dat het tot een goed eind komt. En dat wil niet zeggen dat bij het bereiken van die eindbestemming wij over rozen zijn gegaan. Nee, het zal een weg zijn met vele uitdagingen. Het zal een hobbelige weg zijn. Het zal een weg zijn met moeras hier en daar. Het zal een weg zijn met soms valkuilen. Maar wij hebben die verantwoordelijkheid als leiding om te zorgen dat we die eindbestemming daar bereiken. En veilig ook. Ja, president, we hebben nog een paar journalisten die aan het woord wensen te komen. Die een vraag wensen te stellen. Goedemiddag, president en leden van de regering. Lieve reporter Sam Blankendaal van de nieuwsdienst van ABC. Heer president, wat is de status van het aantrekken van goedkoop kapitaal, fresh capital, diaspora kapitaal? Dat was deel van eigenlijk uw propaganda. Ook zelf nadat u president bent geworden, heeft u dat aangekondigd. Op een gegeven moment werd er gezegd IMF had dat afgeraden te doen. Maar wat is de status nu van uiteindelijk al het buitenlands kapitaal dat naar Suriname moet komen? De andere vraag. Als we praten over de prijzen in de winkel, horen we al jaren dat regeringen niet bij machten zijn om de prijzen stabiel te houden. Wat zijn de verrichtingen geweest op dit gebied van de regering om uiteindelijk te zorgen voor redelijk stabiele prijzen? En waar ligt het aan? Wat mislukt bij de ECD? Hoe zit het met de... Er was een brigade, volgens mij een vliegende brigade in het leven geroepen. Maar we merken dat geen van deze zaken uiteindelijk hebben geresulteerd in een positief prijspeil. Als het gaat om de reshuffling. U heeft het ook vaker aangekondigd dat er reshuffled zou worden binnen uw kabinet. Wat is de status daarvan? En kunt u misschien aangeven op welke gebieden u wil reshuffelen? Misschien op het gebied van onderwijs, misschien op het gebied van sport, EZ, ik weet niet. Ik noem maar op. Kunt u dat misschien concreet aangeven? Een ander punt, president. De samenleving om en bij 600.000 inwoners rond de... Mag u vragen om de inleidingen kort te houden en de vragen concreet te stellen? Ja, die opbouw is nodig dat de president het eigenlijk concreet kan beantwoorden. Ja, maar kunt u dat summeren dus aangeven? Want gezien de tijd moeten de andere journalisten ook aan het woord laten. Okay. Ja, kort nog. De om en bij 60.000 mensen komen in aanmerking voor de 800 SRD. Als we kijken naar het ambtenarenapparaat, 80.000, en die komen in aanmerking voor de 2.500, dus zeg maar 140.000 mensen. De samenleving heeft bijna 600.000 mensen. Wat wordt er gedaan voor de andere mensen die niet in aanmerking komen daarvoor en die bij de particuliere sector werken, die worden gekofferd, maar hoe zit het met het andere deel, de kleine man, de hosselaar? En kort nog, de NPS is uit de coalitie gestapt. Merkt u dat dat heeft gezorgd voor eigenlijk een afname van de progressiviteit van het beleid of dat het gemis groot is? En als laatst,
Over 2 jaar hebben we wederom de verkiezingen. U denkt u er zelf over als de heer Santokki? Zal u wederom de persoon zijn op wie het volk zal stemmen? Zullen uw verrichtingen dat kunnen doen, zodat u wederom gekozen wordt? En denkt u dat de VHP een leidinggevende rol zal invullen bij de verkiezingen van 2025? Dank u. Dank u wel, heer Blankendaal. Oké, de VP beantwoord. Ja, dankjewel. Kijk, we zijn hier heel serieus bezig om het beleid van de regering te presenteren wat we willen doen in de tweede ronde. Ja, dat heeft niks te maken met ABOP of VHP, wat persoonlijke dingen. Dus het is duidelijk hier aangegeven het beleid wat we willen voeren. Dus ik denk dat je vragen daarop moet stellen. Maar goed, MPS is weg. Als je voetbalwedstrijd speelt en je één persoon krijgt rode kaart, dan moet je harder gaan voetballen. Ja toch? Dus dat zouden we doen. Wat betreft doorgaan in de regering. Nou, we weten dat één coalitiepartner eruit is. En dat betekent eye-opener. Dat betekent je moet alerter worden. En je moet, we moeten harder gaan spelen. People play for one man, je play for 2 man ook. Dat is dat doen we. Dank u wel. Bedankt, VP. Voor wat betreft... Nee, laat me direct dan hier bij blijven. De VP heeft al aangegeven. Het is een coalitie. En de NPS is eruit. En we hebben gezegd, we gaan door in deze coalitie wat overgebleven is. En we hebben 2 nieuwe ministers. 1 bij onderwijs. De heer Ori en 1 bij ROM. En de minister van Onderwijs gaat volgende week aan de regeringsraad presenteren. Wat zijn bevindingen zijn, wat de prioriteiten zijn. En de opdracht is duidelijk. We gaan een beter beleid. We gaan zorgen dragen dat overal op het grondgebied van Suriname de onderwijsvoorzieningen er zijn. Onderwijslokaliteiten er zijn. Leerkrachten zijn. Dat is prioriteit. Dat is wat samenleving wil zien. Dus we gaan naar in ieder geval een beter beleid in de tweede helft. Goedkoop kapitaal, ja, was een issue. Obligatie, plannen waren al gemaakt door de vorige minister van Financiën. Ja, daar hebben we inderdaad een antwoord gehad, omdat we in een IMF-programma inmiddels betrokken waren, dat voorlopig de regering, de staat, niet meer mocht lenen. We hebben het even in de koelkast gestopt, maar niet in de vriezer. En er zijn gesprekken geweest afgelopen periode weer met de governor, met de minister Financiën. En in feite is de governor al begonnen met de termijn deposito. De minister heeft ook opdracht gehad om dit verder uit te werken. We hebben met de directeur van Staatsolie ook gesproken. Ook zij zijn bezig voor te bereiden om een obligatie, zodat mensen hun kapitaal daar kunnen beleggen. En daar geldt ook voor mensen in diaspora. Maar we zijn ook bezig met een particuliere bedrijf, samen met het ministerie van Financiën en Centrale Bank, een ander project uit te voeren dat mensen hun SRD kunnen beleggen in goud, in bouillons. Dus dat project wordt ook uitgevoerd, zodat kleine burger, als ze geld hebben, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, dat ze ook kleine hoeveelheid goud kunnen kopen om daarin te kunnen beleggen naar Unugo toe. Dat die mensen ermee profiteren. Die projecten gaan door. Prijzen in de winkel is een blijvende uitdaging. We hebben in ieder geval een hele analyse gaat juridisch. Er zijn juridisch wat obstakels. De minister van Economische Zaken heeft opdracht gekregen om die juridische obstakels die er zijn ook weg te maken. Als er wetten gewijzigd moeten worden, moeten we wetten wijzigen. Als staatsbesluiten beschikking gewijzigd moeten worden. Maar het mag niet zo zijn dat we juridische obstakels hebben om effectieve controle uit te oefenen op die prijzen. We hebben wel gezien dat er een groot verschil is tussen de importprijs. Daar heb ik het alleen over die basisgoederen. De importprijs en de prijs daar in de winkel, de consumentenprijs. Een grote gap. En dat komt vanwege verschillende schakels en systemen. Als je dat weghaalt, dat doen we met die foodbasket projecten. Als je dat weghaalt, dan krijg je dat die prijzen 40% lager komen te liggen. Dus wij zeggen, dit probleem is structureel wat we moeten gaan oplossen. En regelgeving aanpassen voor ook de vaststellen van de prijs. Als wij ervoor zorg dragen dat de basisgoederen zonder invoerrechten
het land binnen mogen komen, vind ik dat we een prijs kunnen vaststellen. Dat dit de prijs is van het product. En dat moet de minister van Economische Zaken verder allemaal gaan uitwerken. Dan is dat de prijs. En niet dat er na aanleiding van zoveel schakels er weer andere prijzen gaan ontstaan. Dus we moeten meer prijsbeheersend zijn, die opdrachten geven. We kijken uit naar die voorstellen, vliegende brigade. Dat wordt weer geïnitieerd. De meeting is afgelopen week geweest van de leider van de directeur van het kabinet. Om ook een bijdrage te leveren, maar nu vanuit het Openbaar Ministerie. Dat onder leiding komt van het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie meer instrumentarium krijgt om op te treden voor aanpak van, laat me het ruimer nemen, aanpak van economische delicten. Reshuffling, deze regering heeft niet een brand van om de zoveel maanden reshuffelen. Als er problemen in het land zijn, reshuffelen. En het land opzadelen met vergoedingssystemen voor gewezen ministers en dergelijke, wat het land niet kan dragen. Wij zijn een regering van beleid. We kijken naar beleid, we kijken naar performance. Nu hebben we gezegd, we hebben nu een actieplan. Daar zijn er nieuwe performance eisen en performance indicatoren. Nu is het beter om ministers te beoordelen in de tijdlijn. En deze afspraak gaan we maken als de regering zich terugtrekt. Maar als er veranderd moet worden, dan gaan we dat ook doen. Het is nog steeds op agenda. De vraag is, wat is er reshuffle? Is het interne schuiven of weer externe? Het is nog op agenda. Het is nog niet afgehandeld. Laat me dat duidelijk, is nog niet afgehandeld, vraagstuk. Ja, ten aanzien van subsidie, 60.000, om een paar misverstanden weg te halen, ja. Die ambtelijke groep kreeg ook 1800. Maar omdat we nu met 2500 zijn gekomen, is die 1800 voor die doelgroep weggehaald. Dus nog een denkje, 1800 plus 2500, dat is het niet. Toch, voor die andere groepen, de particuliere sector, die voldoet aan de criteria van die 1800, namelijk onder die 6000, dat proces gaat door. Zij kunnen aanmerken komen voor die steun van die 1800. Tweede is namelijk alle personen, dus ook die mensen die daar die 6000 verdienen, maar tot salaris van 7500, is belastingvrij. Dus ook daar moet je rekening houden dat ook die particuliere sector daarmee beschermen. Dat is ook belastingvrij. In ieder geval tot en met 7500 in salaris krijgen. En vanaf 1 juli hebben we die loon, die minimumloon. Dat is naar 35 SRD. Dus ook daar gaan de mensen in de particuliere sector werken. Ook een aanpassing van de salaris krijgen. En ja, verkiezing is over 2 jaar. En u vraagt aan mij wat mijn visie is. Deze president, de VHP, is niet een partij van de volgende verkiezing. Het is een partij voor de volgende generatie. Okay. Nog een vraag over dat van de NPS? Dat had de VP al... Okay. Meneer Blankendal, mag ik u vragen om uw volgende collega toch wel aan de beurt te laten, zodat hij de vraag kan stellen. Ja. Goedemiddag, Rijn Laroos en TV. De eerste vraag is voor de vicepresident. Het is geen publieksgeheim dat de vicepresident dus goudvelden had en werkte binnen de goudsector. Is de vicepresident op de hoogte of weet hij dat er cyanide werd gebruikt binnen zijn terrein? En als we het verder hebben over de cyanide gebruik. We hebben gisteren de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gesproken. En die gaf aan dat de kleinschalige goudsector gebruik maakt van cyanide. Hoe komt het dat deze groep in aanmerking komt voor cyanide, terwijl er wel toestemming is gegeven alleen aan 2 grote bedrijven. Als we het hebben over het rapport dat gepresenteerd is vorig jaar aan de regering, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, zo ook de directeur van Grasalco, was er bij een presidentiële commissie die er zorg moeten dragen om die kleinschalige goudsector te ordenen. Hoe staat het daarmee? Er is al een rapport, is niet dat er nieuwe maatregelen gemaakt zouden moeten worden. President heeft ook aangegeven dat er zaterdag een workshop op communicatie gegeven zal worden. Zal de totale regering deelnemen aan deze workshop met betrekking tot communicatie? Dank u wel. Natuurlijk was ik direct betrokken met wat betreft het zoeken naar goud. Ik heb me eigenlijk voordat ik VP werd. De VP word, heb ik het overgedragen. Ik zit er niet meer in. Maar ik mag u wel zeggen dat vanaf die tijd van mij dat op concessiegebied waar ik beheerde, dat nooit cyanide
wordt gebruikt. En tot nu toe ook niet. Dus dat alleen wil ik zeggen. Ja, dank u wel, president. Ja, het is jou. Uit het vooroverleg van Nationaal Dialoog hebben alle partijen aandacht gevraagd voor communicatie. Dus als dat zo is, dan hebben we ook gezegd dat de communicatie in de tweede helft anders zal moeten zijn. Er is een hele communicatiestrategie ontwikkeld. Dat is aan mij gepresenteerd geworden. Maar ze willen het finaliseren ook met externe deskundigen. En uiteraard, als dat zaterdag gefinaliseerd is, wordt dat onderdeel van een retreat van de regering. Waarbij men zal presenteren wat de nieuwe communicatiestrategie zal zijn en de rol van de regering en de minister daarbij. Ja, dankjewel. De heer Harderwijk. Mijn vraag is niet beantwoord geworden. Met betrekking tot het rapport. Er is een rapport gepresenteerd aan de regering over het legale schoolsector. Daarin zijn er maatregelen opgenomen. Waarbij er dus duidelijk gewerkt zal worden. Zou je dat in de microfoon kunnen doen? Er is een rapport gepresenteerd aan de regering. De minister van NH, de directeur van Grasago, hebben dat ondertekend. Samen met de presidentiële commissie ging over de kleine grootschalige sector, waarbij er al maatregelen zijn opgenomen over de aanpak. Werken die maatregelen binnen die grootsector? Want als er al een rapport is, dat wil dus zeggen dat er al genoeg onderzoek is gedaan om dat uit te kunnen voeren. Hoe staat het daarmee? En de minister van NH heeft gisteren ook aangegeven dat binnen de klein grootschalige sector er gebruik wordt gemaakt van cyanide. In hoeverre is de regering daarvan op de hoogte? En hoe komt het dat er cyanide bij de kleinschalige grootsector te vinden is? Ja, dank u wel. Ja, dus ten aanzien van de ordening van de grootsector, met name de kleinschalige grootwinning. Daar hebben we inderdaad een presidentiële commissie. Het staat onder coördinatie van de vicepresident. Ze hebben hun presentatie eerder gedaan en er zijn heel wat aanbevelingen gedaan. Eén is namelijk, je moet de mensen registreren. Er is een proces van registratie ingezet. Tweede voorstel is geweest, dat is meer aan de kant van de inkomsten van de staat, dat ook alle concessies die er zijn, dat daar de concessierechten ook allemaal aangepast moeten worden. Er zijn voorstellen gedaan met betrekking tot meer belasting halen uit de grootsector. Dat antwoord heb ik net gegeven, dat dit op agenda staat. Er zijn veiligheidsissues besproken, er zijn onveiligheidsissues besproken. Die te maken hebben met die ordening daar zo. Maar er is ook gesproken over quick gebruik, over gebruik van chemicaliën. En ik heb net aangegeven, gisteren is dit weer besproken. Wat er nu moet gebeuren, dat het moet aangescherpt worden. En dat zal het nieuwe beleid zijn. Aanscherpen dat die tijdlijn, en de afspraak is komende week in de regering. Wat is die tijdlijn voor wat volledig uitfaseren van quick? Cyanide hebben het besluit al genomen. Het moet weg, het moet eruit, het moet vernietigd worden. De besluiten zijn dan ook genomen om dat uit te voeren. Ja, hoe komt het binnen? Dat moeten we allemaal gaan onderzoeken. Als het niet officieel komt, maar laat me heel voorzichtig zijn. Dat we nog niet het volledig onderzoekresultaat hebben. Want het kan zijn dat het wel cyanide is binnengekomen. Onder andere namen, onder valse namen, onder valse documenten. Dan ben ik dat ook even aangeven, dat het opdracht is ook om dat gedeelte te onderzoeken. Wat nu al vaststaat, is namelijk dat er wel stoffen, chemische stoffen binnen zijn gekomen. Ik weet niet hoe ze allemaal heten, ze hebben allemaal technische benamingen. En dat door middel van een chemisch proces, men een ontleding creëert in die stof, waardoor dan cyanide vrijkomt, eruit gehaald wordt. En dat moeten we aanpakken, want dat is wat we nu nodig hebben van de deskundigen, van laboratoria. Als die stof geanalyseerd en er komt cyanide voor, dan komt het ook op de negatieve lijst. En hier heb je namelijk een grote uitdaging, wat we zelf als land aan instituten hebben, aan expertise hebben. En dan ga je zien namelijk dat we een behoorlijk tekort aan deskundigheid hier hebben. Maar dat wil niet zeggen dat die deskundigheid niet beschikbaar is in de hele wereld. En dat de instituten ook bereid zijn ons te helpen en ons te ondersteunen om deze zaken goed te kunnen onderzoeken. Maar we moeten nou samenwerken met onze buurlanden, met Guyana, met Brazilië, met Frankrijk, Frans-Guyana,
Omdat als we weten dat het niet via de officiële weg binnenkomt, dan trekken we voorzichtig de conclusie dat het via smokkel binnenkomt. En dan moeten we dat goed gaan bespreken met onze buurlanden. Ja. Een aanvulling van de VP. Ja, dus de inventarisatie en ordening van de kleinschalige koolsector is goed voorbereid. Er zal zelf een staatsbesluit, het is vastgesteld in een staatsbesluit, maar er is nog geen middel daarvoor om het uit te voeren. Maar het is wel helemaal uitgewerkt. Het is helemaal uitgewerkt en we gaan uitvoering geven daaraan. Vooral met nieuwe fenomeen cyanide, zogenaamde cyanide. En wanneer was dat cyanide? Ik durf dat niet zo expliciet te stellen. Ik wacht alleen maar op die rapporten van die desbetreffende instantie die dat voor ons kunnen onderzoeken. Dat pas kunnen we stellen. Maar in ieder geval, het middel waarop men werkt, is in onderzoek, president. En zodra die resultaten, de labresultaten er zijn, en inderdaad dat het cyanide is, dan gaan we anders aanpakken. Maar tot nu toe is die hele opdracht gegeven dat alles wordt stopgezet. Iedereen die daarmee werkt, moet stoppen. En die ideeën zijn gereed om te vertrekken naar het binnenland. Dus dat is het. We koersen richting de afronding van deze persconferentie. Ik wil de leden van de media vragen om zo kort mogelijk te zijn, de vragen te stellen. Max A1, A2 vragen te stellen, want over 10 minuten moet de president en de vicepresident naar een andere verplichting. Dus ja, de president en de vicepresident moeten naar de Nationale Assemblée, dus graag rekening hiermee houden. Stelt u de vraag maximaal 1 A2, zo kort mogelijk. Geen inleidingen, alsjeblieft. We gaan ons best doen. Gerald Harderwijk, Suriname Herald en DTV. President, u heeft net een voorbeeld aangehaald van Argentinië. U zei net, Ulassa is de wedstrijd, maar hoe wie niet. Moet ik me daarbij voorstellen dat u aangeeft van de eerste helft is niet goed gegaan. Zelfreflectie, wat denkt u persoonlijk? Wat is fout gegaan bij de eerste helft? Waar hebben jullie steekjes laten vallen? Dat is één. Een tweede vraag vanuit de diaspora. Experts geven aan dat de regering huiverig is om te werken met ze. Men praat over een Surinaamse denktank van de heer Vishnudat en Ashwin Ramcharan. Ze hebben u gevraagd om te helpen, gratis ook. En tot nu toe heeft u niets gedaan. Ze waren samen met 20 deskundigen. Waarom werkt u niet met die mensen voor de capaciteitsversterking? De vicepresident, u zei daarnet, er zijn zoveel rechtszaken tegen CBB. GBB, sorry. GBB, wat voor karakter hebben die rechtszaken? Heeft het te maken met dubbele uitgiftes? En nog een vraag, dit is echt vanuit de samenleving. U heeft eerder aangegeven, je hoort kauteren. En vandaag heeft u weer een uitspraak gedaan van als de kolonel gesproken heeft, wat kan de soldaat nog zeggen? De vraag vanuit de samenleving is waarom neemt u elke keer een soort van onderdog positie binnen de regering? Dank u wel. Dank u wel. Ja, ten aanzien van eerst zelf duidelijk aangegeven dat we geëvalueerd hebben. We hebben het ook gekeken wat de samenleving gezegd heeft en wat de samenleving wil. Bij de start van onze regeerperiode zijn we inderdaad van bepaalde percepties uitgegaan dat wij de economie zelfstandig zouden kunnen beheersen, dat wij de financiële crisis zelfstandig zouden kunnen beheersen. Daarom hebben we gezocht naar mogelijkheden met het aantrekken van goedkoop kapitaal. Daarom hebben we ook gekeken ook naar het opzetten van obligaties om goedkoop kapitaal te betrekken. Maar de realiteit was, het kan niet. Want vergeet u niet, bij die schuldherschikking met die schuldeisers hebben de schuldeisers van ons geëist dat als we schuldherschikken willen,
dat we met een IMF-programma moeten gaan werken. Laat dat duidelijk zijn. Een IMF-programma heeft een paar spelregels en je moet je houden aan die spelregels. Wij willen ook die hervorming van de economie, wij willen ook herschikking. Ja, dan ga je inderdaad een programma uitvoeren wat opgesteld is door Surinaamse deskundigen en nauwe samenwerken met IMF. En dat zijn het maatregelen ja, die enerzijds bijdragen aan die hervorming van die economie. Maar er zijn ook maatregelen die in feite doorwerken naar die samenleving. En natuurlijk zorgen die maatregelen ook voor een stukje koopkrachtafname. Die maatregelen zorgen ook ervoor namelijk dat er armoede ontstaat. Omdat alle subsidies dan geleidelijk gaan afgebouwd worden. Dat zijn de zaken geweest die we moesten aanpakken. En daarmee word je niet populair. Niemand wordt populair met het treffen van keiharde maatregelen om die economie te herstellen. Maar we zitten niet als regering populair te zijn. We zitten daar als regering om serieuze maatregelen te treffen voor die hervorming van de economie. Voor het in evenwicht brengen van onze begroting. Voor zorg dragen dat we een goede stabiliteit bereiken. Maar tegelijkertijd zorgen namelijk dat die maatregelen die pijn doen in de samenleving goed opgevangen worden met een sociaal programma, met een sociaal vangnet. En daarmee zijn we bezig. Dus nogmaals, in de eerste helft is het gepaard gegaan met veel maatregelen. En dat geeft ons een betere positie voor de tweede helft. Want nu gaan we werken vanuit een stabiliteit. Nu gaan we werken vanuit een situatie waarbij wij voldoen op macro-economisch niveau aan die parameters die nodig zijn om dat als stabiel te zien. En dat we daarmee nu beter beleid kunnen ontwikkelen naar de samenleving op microniveau. Aan de andere kant zie je nu ook dat, ja, na lange tijd die investeerders zich aanmelden om ook projecten uit te voeren. Voor wat betreft diaspora, er is een diaspora meeting gepland over een week. Maar we nodigen ze uit. Ik heb niemand nodig aan de kantlijn. Ik heb niemand nodig op die tribune. Kom op het veld. Laat ze morgen komen naar Suriname. Ze gaan allemaal ingezet worden. Ik heb ze al eerder uitgenodigd. Komen jullie als je willen werken in het land. Kom ja, zo kom play aan wedstrijd. Ja, zo meld je aan bij de verschillende ministeries. Je hoeft niet alleen bij de president aan te melden. Ga bij de ministeries werken. En lever een bijdrage. Als ze geen salaris willen, is dat alleen maar beter. Maar maak de kon ja, zo en laat ze beginnen te werken. Eén. Tweede is, als ze goedkoop kapitaal hebben en ze willen hier investeren. Laat ze komen, we gaan ze faciliteren. Net zoals zoveel andere buitenlandse bedrijven. Gaan we ze faciliteren, gaan we ze begeleiden. En laat ze hier komen investeren. Ze hebben allemaal een roots, ze hebben allemaal een grond. Ze hebben allemaal een binding hier zo. Laat ze komen investeren in dit land om bijdrage te leveren aan de herstel van die economie. Maar ik denk dat we niet te veel tijd nu moeten gaan besteden aan theorieën. Konja, en ik nodig ze nogmaals uit vanuit deze plaats. Kom hier. En kom hier investeren, kom hier werken, kom hier een bijdrage leveren. Ja, vice-president. Ten aanzien van GBB heb ik het duidelijk al gezegd. Maar in ieder geval, de meeste rechtszaken zijn mensen die hebben aangevraagd en nooit meer iets hoor van GBB. En dan gaan de mensen naar de rechter. Sommige zijn afspraken die waren gemaakt, die afspraken worden niet nagekomen. In die tijd. Vanaf 2012 zijn heel veel zaken aangevraagd en die mensen horen niks en dan gaan ze naar de rechter. Dus dat is het. Welke vraag is dat? Dat moet ik gewoon dit keer uitleggen. Ik heb al duidelijk gezegd dat de regering, we zijn hier de president en de vicepresident. Ik zeg, ik volg opdracht van de president. Dat is heel duidelijk. Er zijn twee presidenten, of als de perspectie in de samenleving dat er twee presidenten zijn en misschien willen die dat hebben. Ik zeg, ik ben een militair, altijd geweest, ik blijf militair. Opdracht wordt van overgang uitgevoerd en als opdracht krijg ik dat voor ik dat betekent. Het is niks anders dan dat. Dames en heren, wij zullen helaas de president en de vicepresident de gelegenheid moeten geven om... De nationale zender kreeg niet de gelegenheid, STVS. Oké, okay, de president heeft toch wel de gelegenheid even nog. Ja, president. Mag ik de leden van de pers die nog een vraag willen stellen uitnodigen om gelijk
te komen zodat we alle vragen meteen kunnen nemen. Oké, dank u wel, president. Vicepresident, alsnog gefeliciteerd met dit heugelijk feit. President, ik ben vandaag hier gekomen om te luisteren naar de contouren voor wat betreft de tweede helft. Ik heb gemist de diversificatie van de economie, de hervorming van het onderwijs, het koersenbeleid. Dat zijn de zaken waar ik ben komen luisteren en ik heb niets daarvan vernomen. U heeft vaker gezegd dat de communicatie verbeterd moet worden. Kunt u misschien in overleg of kunt u met het OM praten dat ze ook persmomenten kunnen vrijmaken om met de pers te praten? Want er zijn zoveel zaken die in onderzoek zijn, maar de gemeenschap krijgt geen informatie. Dus misschien kunt u ook daaraan werken. Na een periode van regeren zou ik ook willen weten hoe het gesteld is met onze monetair beleid. Omin DNA Centrale Bank, dat willen we ook weten. We hebben begrepen dat u hoog bezoek krijgt vanuit India en China. De gemeenschap wil weten hoe de bezoeken gefinancierd gaan worden of bekostigd gaan worden. De gemeenschap van Piki Sarong, ze wensen ook ingelicht te worden met betrekking tot het rapport van de patholoog anatoom. Want ze willen weten van de Lobiwan Kolas Libi. En we hebben gisteren een vliegtuig binnengehaald en het wordt geleased. En men wil ook weten hoe SLM, die in de rode cijfers staat, dit gaat bekostigen of hoeveel het land kost om dit vliegtuig te leasen. Bram. Dank u wel. De volgende. Carlo Boetjes, Lim FM. Een heleboel van die vragen zijn gesteld, gelukkig. Maar ik heb begrepen, president, we hebben net de informatie ontvangen dat uw zoon per 1 juli te werk wordt gesteld op het consulaat in Miami. Is dat waar? Gaat hij op 30 juni vertrekken? En u heeft aangegeven dat er koopkrachtversterking wordt gegeven, het is ingegaan. Maar intussen zijn de prijzen van stroom en de waterprijs omhoog gegaan. Dus begint die tweede helft met een autogo. En vooral ook omdat die koers blijft fluctueren. Velen vragen zich af waaraan dat ligt. Waarom blijft die koers stijgen? Dank u wel. Nog Starnieuws. René Gompers van Starnieuws. Dit is voor die ministers van NH en Milieu. In het persbericht van Rom is aangegeven dat er 1600 maal de normale waarde in drinkwater is ontdekt. Maar de president zei dat die monsters zijn getrokken uit die zwembaden die de VP heeft gezien tijdens zijn overvlucht. Wat is het nou precies? Tweede vraag. De SWM zegt dat het water goed is om te drinken daar rond het Stuwmeer. Dus rond Broekeponde. Dus dat water met die, dat groene water met die vlakken erin, dat is goed om te drinken. Als ik het, is dat wat er gezegd wordt? We concentreren ons hier op chemicaliën. Maar dat ding daar, op die hoop, is calciumoxide volgens die labeling. Ik denk dat we een beetje de focus verleggen. Het punt is dat er te veel chemicaliën open en bloot liggen in woon- en leefgebieden. Wat als men geen cyanide vindt, maar wel andere chemicaliën, gaat men het dan toch toelaten omdat het toch geen cyanide is? Voor de minister van TCD, gisteren was er een mooie dag, SLM, tweede vlucht, eindelijk weer een tweede plane. We bouwen onze vloot op. Maar de diensten, hoe ligt het aan de diensten? Want ik heb net begrepen dat KLM moet uitwijken naar KL, omdat er niet genoeg luchtverkeersleiders zijn. Er is weer vertraging. Moeten we dat ook van die SLM gaan verwachten in de toekomst? Hoe gaan we dit oplossen en hoe snel? En wat scheelt er eigenlijk? En de laatste vraag. Elke inheemse dag wordt er uit, of vanaf deze regering is aangetreden, wordt er uitgelegd, vooral op inheemse dag, dat het grondrechtenvraagstuk deze regeringsperiode opgelost gaat worden. We zijn al over de tweede helft. Het einde van deze regeerperiode is in zicht. Gaat het nog gebeuren?
dank u wel. President, even een sociale vraag. De bevolking wil graag weten wat er met uw hand is. Ja, en de laatste persoon. President, ik heb deze vraag eerder aan uw minister van Financiën gesteld. En ik herhaal vandaag nog een keer wat ik ook niet van de centrale bank afdoende antwoord heb gehad, die vraag. President, in de afgelopen 3 jaren zijn alle importen gepleegd via dollars die de handelaars hebben gekregen van cambio's en de banken. De vraag is, president, de overmakingen van cambio, iron gold, Newmont en staatsolie naar de centrale bank, waar zijn die dollars gebleven? Dank u wel. Dank u wel. President. Ja, laat mij met het laatste beginnen. Ik heb niet goed begrepen wat mevrouw Buizy zei. Vraag ze, wat is er aan de hand? Of wat is er aan de hand met mijn hand? Wat is er met die hand? Nee, ik heb een kleine ingreep. En ik denk dat deze de laatste week is dat ik zonder verband kan lopen. Dus nogmaals, een kleine ingreep. Medische ingreep. Ook geen bokswedstrijd gehad. Ja, diversificatie. Kijk, we hebben bewust niet alle inhoudelijke aspecten besproken van het vervolgtraject. Hier, ik heb juist aangegeven, hier is het vervolgtraject aangegeven met een actieplan wat er allemaal gaat gebeuren. En die vragen die u stelt daarzo, gaat u ook daarin terug vinden. Diversificatie van de economie. Daarmee zijn we ook al bezig. En we zeggen namelijk dat die oil en gas daar is. Laat het niet zo zijn dat alle aandacht daar op die oil en gas is. Daar is een studiegroep aangewezen om te zorgen dat we een goed gasbeleid hebben. Als die FID uitkomt de komende weken, dan moeten we als land ook weten wat de strategie van ons zal zijn. Ook met betrekking tot gasontwikkeling. Een team van deskundigen is bezig om dat allemaal te gaan uitwerken. En natuurlijk willen we dat het goed gaat in die toerisme sector. Natuurlijk willen we ook goed gaan dat in die agrarische sector. En natuurlijk willen we ook namelijk dat in het binnenland een goede ontwikkeling komt. Maar daar tegenover zijn er randvoorwaarden die in place moeten zijn voor de diversificatie van de economie. En dat we die gelden die we uit de natuurlijke hulpbronnen moeten verdienen, daadwerkelijk gaan naar spaar- en stabilisatiefonds. Dus dat is nog niet functioneel, maar dat is de bedoeling dat we niet alles uitgeven voor deze generatie, maar dat we daar gaan sparen als er voldoende inkomsten zijn uit die natuurlijke hulpbronnen. Koersbeleid, ik heb al aangegeven, daar hebben we eerder al een pakket van maatregelen getroffen. Ik heb het gepresenteerd in de Nationale Assemblée. De minister van Financiën is dagelijks bezig met de governor om alle maatregelen verder uit te werken, nieuwe maatregelen te treffen. Dat is een onderdeel van jouw stabilisatie van de economie. Om jouw koers ook te stabiliseren. En ik zie inderdaad dat er een vorm van stabilisatie is op dit moment. We moeten alles doen dat de koers inderdaad ook een beetje lager kan. We gaan dit schriftelijk doen. De rechterlijke macht vragen om ook momenten te hebben van communicatie met de pers. Gaat dat verzoek slechts doorgelegen naar hen toe. Monetair beleid, daar hebben we ook duidelijk aangegeven waar we staan met betrekking tot onze schuldpositie. We hebben eerder bekendgemaakt dat er weer positieve ontwikkelingen te zien zijn in de macro-economische parameters. Onze internationale reserve is weer na jaren weer een beetje boven de 1 miljard. Onze kasreserve is ook behoorlijk naar ruim 300 miljoen. We zien de importdekking namelijk van 0 gaan naar 7 weken importdekking. We zien ook onze economische groei van een negatieve cijfer 2 jaar geleden. Nu conform IMF-projectie gaan naar 2,5% positief dit jaar. We zien ons begrotingstekort van ruim 19% teruggaan naar ruim 10% en we gaan naar die single digit komend jaar, zoals dat internationaal vereist wordt. Het is allemaal macro-economische parameters. De governor is hier en governor neemt u ook mee om ook
regelmatig persconferenties te geven met uw team naar de samenleving toe, zodat u vanuit uw bank informatie kan verschaffen. Ja, de president van India komt op bezoek. Eerder ben ik naar India gegaan. Ik heb de uitnodiging achtergelaten voor de president en de premier in het kader van de Hindoestaanse immigratie. We bevestigen dat de president van India komt, mevrouw Murmu. We hebben soortgelijke uitnodiging ook gestuurd naar ook Ghana en naar China, zodat we ook vanuit die landen tijdens het denken van afscheid van slavernij en de Chinese immigratie ook vertegenwoordiging kunnen krijgen. De president van Brazilië heeft een uitnodiging gestuurd naar de president van Suriname en zelfs een special envoy in de vorm van de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd naar Suriname om de president van Suriname uit te nodigen. En de president zal volgende week voor 2 dagen gaan naar Brazilië in het kader van overleg met de presidenten van Zuid-Amerika om weer te praten over onder andere UNASUR, de integratie in de Zuid-Amerikaanse regio. En natuurlijk kijken we naar mogelijkheden van Brazilië zelf om ons te ondersteunen met ook de logistieke voorzieningen, zodat de president ook met bijstand van hen kan afreizen. Door middel van een vliegtuig van. En we zijn bezig om al die zaken ook uit te bespreken. Dat doet de minister van Buitenlandse Zaken. En ten aanzien van Pikinzaro, daar zijn er verschillende trajecten. Eén is het traject waarbij het Openbaar Ministerie bezig is met het strafrechtelijk onderzoek. Dat deel van het onderzoek, daar zou ik je beroep op willen doen, een verzoek willen doen om die informatie via het Openbaar Ministerie te krijgen wat de stand van zaken is. Tweede is namelijk dat de regering ook een overleg heeft geïnitieerd met de dorpshoofden, met FITS. Eén overleg is al geweest en een tweede overleg is weer gepland over 2 weken in een ruimere setting om te gaan praten, duurzaam te gaan praten over de problemen, de oplossingen met de inheemse gemeenschap. Er zijn ook dorpen, zeker 2 dorpen waar er nog een beetje onduidelijkheid is over het bestuur, over de legitimiteit. En ja, dat moet ook opgelost worden. En we willen als regering ook kijken welke rol wij moeten spelen. Ja, SLM heeft een lease. Laat me even aangeven dat SLM in het verleden ook lease gehad heeft. Maar dat was wetlease. Dat wil zeggen, je huurt een toestel, maar je huurt ook totaal cockpit en cabinepersoneel. Dus je moet betalen voor vliegtuig plus personeel. En je eigen personeel hier die thuis zit, moet je ook betalen. Ook de piloten moet je hier betalen. We hebben nu een andere lease en dat is de rijlease. Dat zijn we leasen toestel. En het personeel is van SLM. De piloten zijn van SLM. Het bemanningspersoneel, cockpit personeel, allemaal van SLM. In de prachtige SLM kleuren. Wat het allemaal kost, dat zult u of met mijn DCT of met mijn Bibas, een clusterteam van ministers dat het beleid van SLM coördineert om die informatie op te vragen bij de leiding van SLM. Maar één ding is duidelijk, SLM moet uit die rode cijfers. En afgelopen maanden, kijk ik even schuins naar minister Financiën, heb ik niet gemerkt dat SLM getrokken heeft aan ons. Nee, ik zie dat hij inderdaad dat bevestigt, dat SLM niet getrokken heeft aan ons voor wat betreft ondersteuning. Dat wil zeggen namelijk dat ze zelf met hun inkomsten hun operaties kunnen onderhouden. Dat is wat we nodig hebben. En ze moeten gaan naar blauwe cijfers, totdat wij als regering, als staat, ook eindelijk na jaren dividend kunnen krijgen vanuit de SLM-operaties. Koopkrachtversterking. En in relatie tot SWM, EBS, ik denk dat het niet zo gezien zal moeten worden. We hebben al lang ons sociaal beleid geïnitieerd. Het gaat om sociaal vangnet voor bepaalde groepen. Het gaat om sociaal programma voor 7 categorieën van zaken die we al eerder gepresenteerd hebben. Wat er moet gebeuren voor zover dat nog onduidelijk is, dat in die 1800 duidelijk aangegeven moet worden welk deel van 1800 bestemd is voor subsidie EBS, welk deel bestemd is voor subsidie SWM, welk deel bestemd is voor gassubsidie. En dat moet naar die samenleving gaan, zodat die samenleving ook weet waarvoor die 1800 bestemd is.
Anders gaat men die 18 rond gewoon zien als Mieke zo'n 10 steun. Nee, het is ter opvang van die subjectsubsidie in het kader van afbouw van die objectsubsidie. Dus wat dat betreft denk ik dat het duidelijk is namelijk dat we als land de subsidie moeten afbouwen. En een van de prior actions is ook geweest in het kader van IMF-programma dat we elektriciteitssubsidie volledig moeten afbouwen. Dat is al gebeurd inmiddels. Het gaat volgende maand pas in. Dus als je deze maand goedkeurt, gaat het pas volgende maand in. En dan hebben we nog een uitdaging van Ogaan. Gaat dat kookgas en water. Dat staat op agenda, ook van ons. Maar één ding is duidelijk. Dat we ons laten bijstaan, ons laten leiden door een gemengde commissie, bedrijfsleven en vakbond. En de overheid zit erin. En die commissie onderzoekt ook die tarieven voor ons. En die commissie geeft ook adviezen aan ons. En tot nog toe hebben we die adviezen in het kader van afbouw van EBS-subsidie overgenomen van die commissie. En datzelfde gaat gelden ook voor water. Maar feit is namelijk dat we de groepen, de kwetsbare groepen, de lage inkomensklassen, die constant gaan beschermen. En dat die personen en op die bedrijven en op die groepen, die als brede schouders gekwalificeerd kunnen worden, dat die meer zullen moeten betalen. Voor wat betreft zo'n kwestie, die was werkzaam op kabinet vicepresident. Ik heb begrepen dat u overplaatsing gevraagd heeft naar het ministerie van Biewes. Dus daarvoor kan minister Biewes meer informatie omtrent geven. Voor wat betreft grondenrechtenvraagstuk staat nieuws. We hebben gisteren ruim overleg gehad met de leden van de Nationale Assemblee en regeringsleden. We horen dit, we luisteren naar die discussies. En ik neem aan dat jullie ook meeluisteren. En in feite komen er zoveel inzichten vanuit de samenleving, zoveel inzichten van DNA-leden. Uiteindelijk moet je als regering weten, waar sta je nu met al die inzichten? Soms afwijkende inzichten. Soms ga naar de tekentafel, de regering. Regering, dat kan niet, dit is niet goed. We hebben gezegd, voorzitter, eerste ronde, de ronde van, commissie van rapporteurs is al afgehandeld. Laten er nog een paar sprekers komen van de verschillende partijen. Laten we een inventarisatie maken. Wat hebben de DNA-leden allemaal gezegd? Wat zijn die inzichten? Wat zijn die inzichten vanuit de doelgroepen? En laten we uiteindelijk als regering nagaan wat is in ieder geval wenselijk voor Suriname met het afnemen van alles. Grondwet, met het afnemen van internationale verdragen, met het afnemen van de vonnissen, met het afnemen ook de zaken die de inheemse en de Marokkanen zelf hebben gepresenteerd. Dus we hebben gezegd, bouw een rustpauze in van enkele weken en inventariseer. En dan beslissen we hoe verder met het vraagstuk te gaan. Uiteindelijk, als je dat niet doet, heb je daar 51 leden die gesproken hebben. Met 51 verschillende ideeën en 51 verschillende richtingen en 51. Wat doe je ermee? Wij hebben als regering het vraagstuk van grondrechten en een wet ingediend. En geen andere regering. Wij hebben het ingediend. Wij willen als regering dat vraagstuk van grondrechten goed aangepakt wordt. Dat vraagstuk van grondrechten een keertje bij wet geregeld wordt. Maar doe het op een goede wijze. Doe het op een correcte wijze. Doe het op een wijze dat enerzijds de rechten goed geregeld zijn. Maar doe het ook op een wijze dat de natie Suriname goed beschermd is. Doe het op een wijze dat de oplossing van het vraagstuk niet moet leiden tot andere problemen die wij als natie niet willen. Ja, de vraagstuk van verkeer. Ja, doet me inderdaad. Het komt hier pijnlijk over. Dat constant we moeten horen dat vliegtuigen Suriname aandoen en moeten afwijken. En dan moet de president horen dat het is afgewezen. Dus ik hoop dat het ministerie van TCT uitlegt wat het vraagstuk is, wat is het probleem. Dit is niet de eerste keer, het zal niet de laatste keer zijn. Maar wat doen we als regering? Minister, ik hoop dat jullie dit vraagstuk cluster 10 van minister goed moeten bespreken. De laatste keer is het gebeurd, toen hebben we beroep gedaan op het Nationaal Leger, het ministerie van Defensie, om militairen te sturen om te helpen. Wat is er nu weer gebeurd? Dus nogmaals, laat die vraag straks verduidelijk worden hoe we dit ding duurzaam gaan oplossen. We zitten al 2-3 jaar. Waarom hebben die mensen niet gestuurd voor opleiding?
Zoveel landen willen ons helpen. Dus laat het vraagstuk duurzamer gaan bekijken, minister. Ik hoor wat de eerste keer maar voor. Maar is het niet goed dat vliegtuigen hier komen en last minute moeten horen dat ze moeten afwijken? Het is niet goed voor het land, het is niet goed voor toerisme, het is niet goed voor ons imago. Maar laten we dit een keertje serieus gaan aanpakken. En ja, heb ik iets gemist? VP. President, even een verduidelijking vanuit de zaal. Is de importdekking 7 maanden of 7 weken? Sorry, 7 weken. Ja. 7 maanden. Uw microfoon is uit. Ja, voor zover 7 weken gezet, dat is niet correct. Het is van 0 weken gaan naar 7 maanden. Governor, nog steeds 7 maanden? Geen 7,5 maand? Prima. President, nog even, voordat de VP antwoordt. Dat van de grondrechtenvraagstuk. Gaat het nog deze regeerperiode opgelost worden? Want u heeft over een wet gesproken, maar of het opgelost wordt in deze regeerperiode, ja of nee? Ja, wij gaan alles doen dat het vraagstuk duurzaam opgelost wordt. En sommige vraagstukken kan je niet koppelen aan regeertermijnen. Sommige vraagstukken zijn regeertermijn overschrijdend als je het goed wil oplossen. En als we het goed willen oplossen, laten we dat ding goed evalueren, goed regelen. En mocht blijken dat er veel zaken nog geregeld moeten worden, dan moet je het gewoon niet binden aan een regeertermijn dat je alles nu moet doen met het risico dat je dingen regelt die niet goed zullen zijn. Dus laten we gewoon regelen in Sambunfasi, maar laten we die basisdingen alvast voor die mensen regelen. Ja? Jawel, president, VP. Ja, dus omtrent SWM, die water. Dus SWM is... gelukkig een zeer bedrijf. En u moet weten dat elke keer monsters worden genomen en mocht blijken dat er iets is, dan wordt die water gepompt. Dus het groene water wat getoond is, mensen, kan je noemen dode water of water is dood. Dat betekent er is geen zuurstof in en die vind je meestal in het goede. Ja, wanneer zo. Dus ik weet niet waar men het water heeft genomen, maar uit de kranen, want jullie zijn ook journalisten, ik weet niet waarom jullie naar die kranen zijn gegaan en water daaruit genomen, om te zeggen van inderdaad is het zo. Want u brengt dat ding zo, meneer Harderwijk was het. Hij is al betrokken. En dat ding wordt gepost en live in een vergadering. Kijk hier, ga je dit drinken? En niemand gaat het drinken, als je zegt drinken, ik weet niet van je waar je hebt gehaald, maar ga naar de kraan. En de directeur is duidelijk gegaan naar de kraan, hij heeft van de kraan gebeld, hij heeft verdronken, hij heeft de mensen gewezen. Maar wanneer mensen komen met zulke water in en komen en zeggen van kijk, kraanwater hier, ik weet niet wat voor bedoeling men heeft, maar dat is niet correct. Dat water uit de kraan zo groen is en al die mensen worden gegaan, de kraan open en dan zie je dat het andere... stof is. Dus wat, wanneer je zulke water ziet en met zulke kleuren, groen en zo, is meestal water die geen zuurstof meer heeft enzovoort. Dus, maar ik blijf je zeggen dat water uit de kraan van SWM en NH veilig is. Dat is vastgesteld. Dank u wel. Dank u wel. We kunnen geen vragen meer, dus wij gaan... Dat stukje van 1600 maal, cyanide. Je zei het is in die zwembaden gevonden, maar die andere is... het is... Ja, nee, het is... ik ga even vragen, want hierom trend. Ik weet of... ik kijk naar Rom. Ja, ik ga even minister Rom vragen, want het is heel technisch om even aan te geven... wat die normen zijn en van waar die normen zijn gekomen, van waar die test is gekomen en of er nieuwe testen zijn gedaan, wat de stand van zaken is. Minister Rom, als u dat beter kunt, microfoon voor. Maar een opmerking, het is geen vraag, okay. Maar op basis van wat de president heeft gezegd, heeft de pers opgeroepen om OM en rechterlijke macht te benaderen voor vragen en dat soort toestanden. De president is over de samenleving en de pers een heel grote dienst bewezen. Als u de wet openbaarheid van bestuur samen met DNA regelt. U heeft al een ontwerp ingediend 1,5 jaar geleden. Graag dat doen. En u heeft ook aangeboden begin van de vergadering van deze persconferentie. De reactie van Staatsolie op
verkoop van blok 58 of de vorige verkoop. Kunnen we dat graag hebben? Ik heb belangstelling daarvoor aan mijn collega. Ja, de communicatiedienst is hier aanwezig. Jullie hebben het. Jullie kunnen naar meneer Kairos sturen van de ware tijd. President, vice-president. Ja, ik heb niet gezegd, ik ga vragen. Ik ga officieel, schriftelijk, ga ik de rechterlijke macht vragen dat men ook persmomenten creëert voor de samenleving, de media. Dus ik ga schriftelijk vragen dat dat gekomen is vanuit dit interview, althans van deze persconferentie. Minister. Minister, mag ik u vragen om naar voren te komen voor de goede shot van ja, de terwijl media. Ja, terwijl loopt dat van de wet openbaarheid bestuur, we hebben het gestuurd naar de Nationale Assemblée. En ik zal ook vragen dat dit zo snel mogelijk op de agenda plaats. U weet, de voorzitter van de Nationale Assemblée die heeft zelfstandig verantwoordelijk in eigen beleid heen bepaald. Maar ik ga in ieder geval dat beroep wel aan hem doorgeleiden. Maar in het kader van transport, ik ben niet ingegaan op het kostenplaatje van die reizen. En u heeft ook niet bevestigd. Gaat die zo naar Miami? Ik heb dat aangegeven dat ik met minister Biebers moet afstemmen. Dat was het antwoord. Ik ga niet op al die dingen kunnen ingaan. Ze zijn verantwoordelijk voor wat betreft buitenlandse zaken. Ik heb aangegeven dat hij overplaatsing gevraagd heeft naar Biebers. En voor de rest moet hij daar even afstemmen. Voor wat betreft het kostenplaatje van al die reizen. Ik denk dat alles beschikbaar is. Dus wat dat betreft heb ik geen enkele moeite om allemaal door te geven. Maar nogmaals, ik weet dat enerzijds kosten belangrijk zijn. Maar aan de andere kant is buitenlands beleid ook belangrijk. Ik was uitgenodigd voor Indonesië, voor overleg met de president van China. Om onder andere te praten over schuldherschikking. Ja, ik heb rekening gehouden met nationale belangen. Ben ik niet afgereisd. En kijk waar we nu staan als land. Met betrekking tot onze schuldherschikking. Is nog niet opgelost. Begrijpt u? Dus we moeten integraal dat aspect ook bekijken. Oké, dat kunt u bij mijn Biebers. Ik heb totaal geen zicht wat allemaal kost. Er is een begroting goedgekeurd door de regering met betrekking tot het jubileumjaar vanaf derde week mei tot en met eind oktober. Omdat alle groepen, alle Surinaamse groepen herdacht zullen worden, gememoreerd zullen worden, gevierd zullen worden met betrekking tot de hoogtijdagen. Er is rekening gewoon met buitenlandse bezoeken. Er is rekening gewoon met internationale conferenties. En er is een budget daarvoor goedgekeurd. Welk deel van het budget daarvoor bestemd is, dat is mij niet bekend. Dat kan mijn Biebers of kabinet even aantrekken. President, vicepresident, governor, collega minister, genodigden, goedemiddag. Ten aanzien van de waarde van de monsters. NIMOS heeft in samenwerking met OGS samples getrokken in het Brokopondo gebied. Dat is specifiek Tubukamau. Er zijn 3 samples getrokken. 2 van de 3 samples zijn positief bevonden. En die waardes hebben we vergeleken met de Amerikaanse standaard voor drinkwater. En als we dat vergelijken, dan komt het inderdaad op 1600 maal de waarde. Extra informatie van OGS geeft aan dat de 2 die positief zijn gevonden, komt op uit de mijnen. OGS is ordering goudsector Suriname. En dat valt onder het ministerie van NH. Wat heel belangrijk is, het volgende. Vermeldenswaard is dat in het gebied in en rondom het Stuwmeer geen aquifers zijn. Aquifers zijn waterlagen, oftewel zoetwaterlagen in de grond, waaruit er bronwater wordt gehaald. Eveneens is uitgesloten dat deze bronlagen in de kustvlakte en omstreken gecontamineerd zijn geworden door cyanide. Dus bijvoorbeeld Paramaribo haalt water uit Republiek. Dat is bronwater en het is schoon. Testen wijzen uit dat ook het water van, zoals de PP heeft gezegd, dat het water van Brokopondo geen cyanide hebben. Ja. Dank u wel, minister. En stellen we dus nog als laatste in de gelegenheid de minister van TCT om in te gaan op de vraag. Dank u wel, president, vicepresident, collega's, ook de media aanwezigen. Inderdaad, we hebben een tekort, want dat is de directe vraag van Star News. We hebben een tekort. En ik ben niet degene die veelal grijpt naar
de geschiedenis, maar u mag weten, met betrekking tot dit, tot deze afdeling, we hebben momenteel 43 luchtverkeersleiders. Het aantal dat we zouden moeten hebben is 80, ruim 80. Wat hebben we namelijk geconstateerd, is dat we achterstand hebben vanaf 2013 met betrekking tot opleidingen. We hebben sinds 2021 hebben wij op onze begroting en de diensten ingezet om alles in stelling te brengen. We hebben een groepje nu van ruim 22 klaar om getraind te worden. Maar het gaat hier om dat luchtverkeersleiders, het zijn geen functionarissen die je achter het paneel zet en een week, een maand. Het gaat om jaren. Ze begeleiden de vliegtuigen. We praten over mensenleven. Wel moet ik ook zeker met u delen vandaag dat het heel jammerlijk is. Want we hebben met de bond gesproken. We hebben individueel met de medewerkers gesproken. En we zitten in overleg ook samen met hun, met ondersteuning van het overlegorgaan. We hebben afspraken daar liggen. En wij moeten constateren, het is geen beschuldiging, want dat is ook tijdens het overleg met het overlegorgaan die opmerking is gemaakt. Het lijkt op een stille protest. Want als je nou een ziekmelding kreeg, kan je bijna niemand anders bereiken. Andere collega's van de luchtverkeersleiders. Dat is vanmorgen ook. De hele ochtend bezig met het directoraat transport, met het hoofd van de luchtvaartdienst, met de leiding. Gisteren ook gesprekken gevoerd met leden van de bond om ook zaken uit de wereld te helpen. De bond zegt, althans via de waarnemend voorzitter, wij kunnen op deze manier ook niet verder. Bondsleden die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben binnen de dienst, hebben dat ook teruggegeven. We hebben met man en macht gewerkt, dus ook hulp ingeroepen van Defensie. Maar ook CASA's moet daarvoor toestemming verdienen, omdat je praat over het keurig en veilig begeleiden van een vliegtuig richting de landingsbaan. Wat doen wij eraan? Ik heb reeds aangegeven dat we in het proces zijn van de nieuwelingen trainen. En de assistenten die er zijn, moeten nog een traject ingaan om volwaardig verklaard te worden door CASA's en internationale organisaties tot waardige luchtverkeersleiders. Dat proces zal minimaal 9 maanden duren. Wij hebben ook gevraagd, kan het proces niet versneld worden? En we zijn ook bezig met de internationale luchtvaartorganisatie, de ICAO. Wij als land moeten ons ook houden aan die ICAO-standaarden. Ik begreep alle ophef en ik betreur het natuurlijk ook. Ik vind het jammer. Maar als het vliegtuig uitweekt naar Cayenne en om vervolgens keurig hier te landen, dan denk ik dat het een goed besluit is om dit op te vangen. Het zal niet structureel zijn, daarom dat we ook, heb ik vanmorgen ook met het overlegorgaan weer contact gemaakt. Luchthavenbeheer heeft ook diensten aangeboden. We praten over een specifieke job. Het is niet dat je een invulling kan geven. Je moet deze functionarissen goed getraind hebben en degene die ooit in de toren zijn geweest, je zit daar achter een aantal panelen en we praten over mensenleven in het vliegtuig. Laten we dat ook niet vergeten, dat wij onze passagiers ook veilig aan grond willen hebben. Geen goed gezicht, dat besef ik en dat betreur ik, maar het ministerie werkt met man en macht. Het is niet dat het ons koud laat. Ook casus heb ik vanmorgen ook gevraagd. Geef ons enkele richtlijnen hoe wij dit versneld kunnen oplossen. Dus daar zijn we. En natuurlijk ook met de diensten afstemmen hoe wij het rooster kunnen indelen, anders kunnen indelen, zodat we kunnen blijven voldoen aan de internationale normen. Ik wil toch gebruik maken van deze gelegenheid. Met uw toestemming, president, nog een minuutje. Suriname scoort binnen Zuid-Amerika het laagst. En ik schaam me om het te zeggen, dit heb ik eerder in het DNA aangegeven.
wanneer we praten over standaarden en processen binnen onze luchtvaartsector. ICAO heeft ons de hulp aangeboden. En daar zijn ze nu intensief mee bezig met CASA's en met de luchtverkeersleiding om hierin positieve verandering te brengen. En dat is een proces dat behoorlijk op gang is gekomen, behoorlijk ook lukt. We krijgen goede comments, maar dit is natuurlijk ook weer een terugslag voor ons. Maar ik hoop ook dat de functionarissen dat gaan beseffen. Dat je niet de directeur doet, of de minister, of de regering, maar het land krijgt een slechte naam. Maar daarvoor zijn we als regering om hiervoor een oplossing te zoeken. En ook dank aan CASA's, luchthavenbeheer, het ministerie van Defensie en alle andere stakeholders die betrokkenheid tonen om dit zo snel mogelijk op te lossen. Dank u. Dank u wel, minister. En met deze woorden besluiten we dit persmoment hier af in het kader van 3 jaar regering Santokki Brunswijk hier vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Ik wil u vragen om te gaan staan, zodat wij de president en de vicepresident de gelegenheid kunnen geven om de zaal te verlaten. Dank u wel. Rest mij u allen namens de president en de vicepresident te bedanken voor de komst naar deze persconferentie. De vicepresident en de president zijn uitvoerig ingegaan over de verrichtingen van de afgelopen 3 jaren van regering Santokki Brunswijk. En er is ook voortgeborduurd op de plannen voor de komende 2 jaren. Maak de aanwezige ministers en alle hoogwaardigheidsbekleders, de leden van de media en ook uiteraard de kijkers en de luisteraars thuis, of ook al waar u nu op dit moment bent, van de ATV, GovTV, STVS en ook nog SRS, Rasonic Televisie en de kijkers op alle social media kanalen. Wil ik u allen bedanken voor het willen kijken. Als naslagwerk kunt u deze uitzending nog op de social media kanalen van de communicatiedienst vinden. Bedankt voor het willen kijken en ik wens u een fijne kijkstemming en luisterplezier verder. Goedemiddag. Thank you.